De winnaar van de Gouden Herfst 2016 is Hoogland met het product Alka Grey. Alka Grey is een product wat zijn oorsprong vindt in Engeland. En Alka Grey is een manier om tarwe droog te ontsluiten. Dat houdt in dat er geen water wordt toegevoegd. En tegelijkertijd wordt de tarwe verrijkt met eiwit. En op die manier kunnen wij energie en eiwit gelijktijdig in de koe voeren. Alka Grey is een product wat bestaat voornamelijk uit tarwe. Het product met de hoogste concentratie die we maken bevat 85% tarwe. De rest is een enzym, een stikstofbron en een katalysator. En wat er gebeurt in het productieproces in Leeuwarden is dat de stikstofbron wordt omgezet in ammoniak. En ammoniak is de best benutbare bron voor microbeel eiwit, voor de koe. Omdat voor de omzetting van ammoniak naar microbeel eiwit energie nodig is, is tarwe eigenlijk de perfecte drager. De tarwe bevat namelijk zetmeel en die energie uit de tarwe die helpt die pensbacteriën om dat microbeel eiwit te vormen. Dus het unieke aan het product is dat je zowel je stikstofbron als je energiebron in één product hebt. Dat leidt uiteindelijk tot een betere pensynchronisatie, dus het afstemmen van energie en eiwit in de koe. Constantere pH in de pens, betere stikstofbenutting, dus uiteindelijk minder pensverzuring en een gezondere koe. Nou, daarnaast bevat tarwe ook veel meer energie dan soja. Dus de energiedichtheid van het product is hoger dan dat van soja. Nou, dan mag je verwachten dat het effect op gezondheid en vruchtbaarheid ook positief is. Maar goed, we zijn pas een maand of drie bezig, dus hebben we denk ik wat langer voor nodig. En wat momenteel zeer actueel is, is dat het gehalte aan fosfor in het product meer dan de helft lager is dan in soja. En minder dan een derde van de hoeveelheid fosfor in raap. Dus op het moment dat wij soja of raap vervangen in een melkveerantsoen, realiseren we een enorme reductie als het gaat om fosfor. Nou, dat is nu uiteraard met de nieuwe wet en regelgeving is dat ook heel interessant. Nou, het is zoals jullie zien een droog product. We kunnen het toepassen in premixen, dus in mengsels van grondstoffen. Het is te blazen, het is los te storten. Dus eigenlijk voor iedere veehouder wel toepasbaar. De prijsstelling is vergelijkbaar met soja. De soja zit op dit moment rond €36. En dit product zit er twee kwartjes onder, dus zeg maar vergelijkbaar met soja. Dus je hebt eigenlijk een product met een hogere energiedichtheid, hetzelfde potentie om melkeiwit te produceren, een lager fosforgehalte voor hetzelfde of iets minder geld. Holland BV is een collecteur van granen. Dat betekent dat we tarwe uit deze regio innemen en opslaan, bewaren en ook weer verkopen als veevoer. Die regionale tarwe, dat is de bron van de Alka Grey. 85% van het product bestaat uit tarwe. We krijgen dus een product wat in de regio is geteeld en waarmee we dus een product soja, wat in hoofdzakelijk Zuid- en Noord-Amerika wordt geteeld, kunnen vervangen. Dus als je het hebt over duurzaamheid, CO2 footprint, dan is denk ik een heel duurzaam alternatief.